En eigenlijk heeft dit evenement vanavond helemaal geen introductie nodig. We zijn hier namelijk op de 21ste editie van het Festival van het Levenslied. Helaas. Nou, nog één keer, zo. Festival van het Levenslied. Ja. Waarom bent u vanavond hier? Omdat het hartstikke gezellig is. Al vaker hier geweest? Ja, ieder jaar komen wij hier. Voor een bepaalde artiest? Nee, dat weet ik nog niet. Nee. Het is allemaal even gezellig. Ja, vind ik wel. Ja. Ben jij vanavond hier? Voor de gezelligheid, leuke mensen, lekker drinken en een lekker weertje. Ook voor een speciale artiest? Vincent, altijd. En dat sluit, die sluit vanavond af, hè? Ja, dat klopt. En Cunio, daar kom ik ook voor. Hij is een hartstikke geweldige DJ. Dus ja, alleen maar vrolijkheid. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zaken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zaken. En bij je zakka, 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 zakka. Vanavond het Levenslied? Ja, ieder jaar eventjes, hè. Even gaan kijken als er is. Voor een speciale gast? Speciaal voor wie? Komt u voor een speciale gast? Nee hoor. Hou gewoon hartstikke leuk, gezelligheid. Mooi in de stad, lekker dichtbij. Al vaker geweest dus? Wat zegt u? Al vaker geweest? Ja, ieder jaar komen we toch wel eventjes. Minimaal een paar uur. Ja hoor. Ja, dat gaat wel lukken. Het was in de winter, ik roep naar je naam. Ik gaf jou iets te drinken, je bent nog met mij meegegaan. Zeg Tilburg, wat zijn die handjes dan? Hand, ja hoor. In mijn hart, ja. U raakt u me aan. Festival van het Levenslied. Ja. Wat vind je ervan? Gezellig. Al vaker geweest? Jazeker, elk jaar. Voor welk artiest kom jij nou vanavond? René Schuurmans. Is hij vanavond van de partij? Half 1. Niet voor Vincent? Nee, René Schuurmans. Gezellig is het hier vanavond. Heel erg gezellig. Heel erg gezellig. Al vaker geweest, Levenslied? Ja, eerste keer. De derde keer. En wil u de eerste keer? Eerste keer. Waar komt u vandaan? Nijmegen. En helemaal hier naar Tilburg? Helemaal hier naar Tilburg. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid, voor mijn vriendin, hè, uiteraard. Hè. Ja. Dan wens ik jullie vanavond nog een hele fijne avond. Ja, jij ook, hè? Ja, dank je. Dank je. Gaat lukken. Er vliegt zo'n enorme leuke vliegende camera rond. Dat is altijd de enige. Als je hem ziet, vooral zwaaien inderdaad. Want daar kom je erop. Waarop weet ik niet, maar dan kom je er in ieder geval ergens op. En hopelijk kunnen we dat nog maar terugzien. Ja, dat is altijd wel een stuk spannend zoiets, hè. Koen, jij mag nog één nummer draaien. En dan hebben we weer een artiest staan hier op het podium. Ja, precies. En denk eraan, jongens. Je kunt nog steeds, als je een tientje over hebt, vriendje voor een tientje worden achter de barren. Dan krijg je zo'n mooie sjaal en een leuke halsband en zo. Ja, en hier naast mij staan ze dan, de echte vrienden en fans van het Levenslied. Te zien aan deze sjaal, vriendje voor een tientje. Ja, klopt. Ja, Levenslied is gewoon geweldig. Ja, daar heb ik geld allemaal over. Ja. Jij ook? Ja, wel als laatste komt René Schuurman, dat is gewoon gaaf. Zijn jullie vandaag vriendje voor een tientje geworden? Ja, inderdaad. Toen heb jij dan, meneer, Rogier riep dat af en toen hebben we het gekocht. Ja, we dachten, we gaan het sponsoren. Laat dat u bij mij nooit gaan. Ik heb er nog geen zin in. Ik ben er niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Daar weet je alles van. Maar ik kan van je houden. Come on.
Patrick, en ik heb het de mensen thuis eigenlijk dus straks al uitgelegd. Het levenslied heeft eigenlijk geen introductie nodig, hè? Nee, want het is iets, een unicum hier in Tilburg. Ja, dus, jij bent er een beetje begonnen zo, hè? Ik ben er 20 jaar geleden zelfs mee begonnen. Ik was de eerste artiest, in ieder geval een jongen, die aan talentshow meedeed. Hier in Café Cher heette dat vroeger nog. En ik was nummer 3 geworden. En het jaar daarop nummer 2. En het jaar daarop nummer 1, samen met Guus Meeuwis. Hoe voelt het nou om hier vanavond weer te hebben gestaan? Nou, sowieso als Raal zegt, Tilburg is gewoon een toppie. Voor mij is het ook kriebels, je staat voor duizenden mensen. Nou, de mensen deden goed mee, zoals je zag. Ja, ik vind het lekker. Het is, hier doe ik het voor. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, bij mij gaat het een heel stijgende lijn. Eigenlijk wel rustig, maar wel stijgende lijn. Ik heb nu een nieuwe single uit en ik heb er 3 nieuwe liggen alweer. Dus we gaan langzaam naar boven. Dus we gaan weer veel van je horen? Ik weet het zeker van wel. Nou, we hebben in ieder geval genoten vandaag. En de mensen thuis ook. Ja, dat ben ik wel zeker. En we zien elkaar zeker weer. 100%. Okay. Goed. Dankjewel. Alsjeblieft.